Goed, vandaag gaan we Amerika doen. Of Amerika, laten we gewoon zeggen de Verenigde Staten. Amerika is natuurlijk een heel continent. Ik heb veel te veel zooi ervan, dus ik vrees al voor vanavond dat het allemaal misgaat. Ik heb hier heel veel meuk. Ik heb hier een pot met drinken die ik heb gemaakt. Anneloes nog, dankjewel ervoor, voor het lenen. Dus dat. En ik heb deze staan. Die heb ik gekregen van mijn neefje om even te lenen, omdat hij me mist, omdat we natuurlijk allemaal nu in quarantaine zitten. Dus die gaan we er gewoon bij houden als mascotte. En dan gaan we nu beginnen aan alle troep en ellende die uit de Verenigde Staten komt. Ik begin al vol te zitten als ik er naar kijk. Ik begin hier wel mee. Dit zijn Pop-Tarts. Schijnt daar heel groot te zijn. Ik ken het niet. Ik heb pijn moeite uit elkaar gerukt. Het zit in een zakje. Het zal gruwelijk groot zijn natuurlijk. Het zijn er twee. Gelukkig. Ik begon al te vrezen. Wel heel nou. Even kijken. En daar even mijn neer. Ja, zo ziet zo'n ding eruit. Ja, het is halfzacht deeg met, laten we zeggen, jamvulling erin en wat meuk erop. Vandaar al die kleurtjes ook. Is voor mij een smaak een beetje te droog. Ja. Wat doe je eraan? Het is wel meer zoet, merk ik nu ik meer in de door de buitenkant heen ben en meer in het middengedeelte zit. Komt de zoete smaak van aardbeien wel naar voren. Dus ja. Zo ook vanaf. Heb je weer gehad? Dan voor deze meuk. Het lijkt op chocola. Mocht iemand het ooit willen kopen. Jumbo in Vathorst. Nee, Jumbo Nieuwland. Die verkoopt ze. En anders online kan je die meuk ook wel ergens vandaan vissen. Ja. Nou, kijk, het zijn er twee. De andere laat ik erin. Lekker alles erachter gooien. Zo ziet het eruit. Het is chocola. Een heel sterk pindageur trouwens vanaf. Maar ook erachter. Dat is gewoon pindakaas met een chocolade randje eromheen. Nou, dat is niet mijn favoriet. Nu wat bijvullen. Om anders smaak een beetje op mijn bek te krijgen. Ja. Ik ga hier met mee beginnen. Ik pak gewoon even alle grootste dingen eerst. Ja, Twinkies, dat is een begrip in Amerika. Hier niet. Je kunt daar niks kleins maken, hè? Oh, sorry. Geen idee hoeveel erin. Oh, 10. Ach,
zo nog veel meer soorten. Nou, wat er. Ik ga nu alles uittesten van hem. Dit is de enige die hier in Nederland zo snel verkrijgbaar was. Allemaal los verpakt. Het is een beetje een cakeje. Komt al wit spul uit de onderkant. Nou. Donders. Kijk ook een. Lijkt een beetje een soort yoghurtvulling. En die cake die is wat droger dan. Wat ik het liefst zou willen. Lijkt een vleugje aan citroen of citrus. Neuk op te zitten. Nou. Ik word er niet heel enthousiast van. Eigenlijk. Dat ben je klauwen plakken. Nou goed. Een dekken schroeven. Even wat hartigers. Pringles met jalapeno smaak. Die hebben we hier in Nederland niet los te kopen, helaas in de winkel, gok ik. Dus ik zeg nu nog helaas. In de hoop dat het lekker is. Even al die zoetigheid weg te krijgen hoor. Mijn lichaam gaat protesteren momenteel. Nou ja. Op hoop van zeeg. Smaakt wel goed. Ik had ook echt even wat zout nodig, want ik merkte dat mijn lichaam helemaal gestuurd ging worden van het suiker dat erin kwam. Ja, nou, jammer dat die inderdaad niet in Nederland te koop is, maar het is niet zo heel pittig als dat je zou verwachten. Aangezien men vrij vaak denkt dat de jalapeno natuurlijk pittig is. Vind ik hem meevallen. Nee, dat is mijn smaak. Ik heb erge dingen gehad. Ja. Excuses mensen. Dat was niet de bedoeling. Deze meuk is een soort aanmaaklimonade die ze ook vrij veel drinken in Amerika. Dus Kool-Aid heeft zoiets. Tig smaken. Ik heb de kerstvariant genomen. Die heb ik hier dus gemaakt. Nou, hopen dat dit goed gaat. Glas is nat. Dit ding werkt in ieder geval. Nogmaals, Anders, bedankt voor het lenen. Nou, dat is wel weer goed te doen. Maak je door de poeier uit het zakje. Moet je de suiker aan toevoegen en dan 2 liter water. En goed roeren. Ik heb iets minder suiker gedaan omdat ik anders helemaal hyper de pieper zou worden. Daar heb ik ook geen zin in. Wat. Dan gaan we naar pretzels met een smaakje erop. Ik heb 3 varianten. Ik heb 3 varianten. Dit is de jalapeno variant. Kijk of dat goed is. Ja. Nou, al die auto's die voorbij rijden. Ik heb wel een sterke jalapeno curve vanaf. Hmm.
Hier zit dus pepersmaak meer in. Er is ook een stukje pittiger. Ja. Smaakt goed op zich. Ja. Het is alleen dat de pretzels zo hard zijn. Ik had ze al verwacht, maar ik heb ze zelf nooit eerder gehad. Dat ze wat zachter zouden zijn, zeg maar. Ja, het is dus blijkbaar keiharde meuk. Nou, kan gelijk alle smaak af. Duiken we daarna weer suikerbom in. Smaakt mij niet meer. Even kijken, dit zijn weer die pretzels, alleen nu met kaas erop. Cheddar kaas vond ik, hè. America! Dat ze hard zijn. Er is een heel licht tintje aan kaassmaak op. Niet overdreven veel. Om nou te zeggen, dat je duidelijk kan proeven dat het cheddar kaas is of een andere kaassoort. En dat is duidelijk geen gorgonzola of geitenkaas, maar ja, voor de rest valt het mee. Qua kaas. Die laten we nog even wachten. Ik weet dat er nu nog suiker aan komt voordat het helemaal misgaat. Gewoon voor deze reep. Iets met koekjes erop. Lijkt op Oreo's of iets in die zin. Maar ja. Nee. Koekjes met room. Even vrij vertaald. Nee. Oh. Hoppa, een stukje afbreken. Niet veel ervan wegwerken. Nee. Het is wit met ja, bruine chocolade of koekjesmelk dan. Ja. Het is dus goed, hè? Donders. Smaakt op zich niet verkeerd. Het is wel beter dat daar die room omheen zit, want dat neutraliseert zeg maar alle suiker die je anders van de chocoladekoekjes zou krijgen. Ja. Zo. Is wel goed te doen. Nog meer water. Ik vind zelf vast te vaak met mijn rug naar de camera te staan natuurlijk. Ik knip toch niks. Nou, ik zie ook wel tegenop de helft er al gehad gelukkig. Van diezelfde waar ik net die oranje gepakt van had, nu een witte. Dus ik vrees het ergste altijd dat het gewoon dezelfde variant is. Pindakaas met nu witte shunk in plaats van... Ja, dat was een melk, denk ik. Ja, ik krijg waarschijnlijk nog gelijk ook van mijn lichaam. Excuses. Het is weer zo'n... Hetzelfde kuipje. Ja hoor. Pinda's die hier aan de onderkant gaan eruit lopen. Ja. Mooi. Smaakt ongeveer hetzelfde als die andere dus. Dan wordt hier niet heel erg blij van. Nog vijf dingen te gaan. Hoop ik.
Wat is er meer Amerikaans dan donuts, zullen we maar zeggen. Waar ik word hier zo niet goed van. Ik ga me gewoon een hapje ervan nemen en dan merk ik vanzelf wel of het iets is. Oh, kijk, met spikkeltjes. Hartstikke leuk. Het ruikt er bijna vanuit als ik het zo zie. Ja. Het is natuurlijk ook gefrituurd deeg met meuk erin. Waarschijnlijk. Ja. Ja, gefrituurd deeg met jam erin. Oh, wat. Wat donders. Ik ben natuurlijk ook gek dat ik al deze meuk in één keer probeer achter elkaar. Het is er gewoon echt bijna te veel, joh. Nou, het beste was tot nu toe om te drinken. Oh. Oh, dat was mijn chauffeur donderdag weer vergiftigd. Vier zout, zoet. Weet maar. Nog een pretzel ding jij het in. Hè? Hier drie smaakte ik ook. Maar ik heb ook alle drie. Honing mosterd met uien. Nou, kan bijna goed gaan. Is ook zure matten door een Aziatische maaltijd. Als ik dit krijg, dan moet dit ook zeker ook nog wat doen met mijn lijf. Maar het gaat er wel uit. Oh, dat is wel heel gelig. Zullen we hier nog niet komen? Van de drie die ik er heb gehad. Van de drie smaken. Dus ik zeg dat dit de beste is. Meer dan een combi is ongeveer een beetje van zoet en zout. De scherpte van de mosterd merk je niet heel erg, zeg maar. Dus dat is redelijk goed uitgebalanceerd. Dus ja, daar gaat momenteel mijn voorkeur naar uit. Bijna een liter water in mijn bek gedouwd al. Dat zijn Amerikaanse dan marshmallows. Hè? Het moet allemaal met fruitsmaak zijn, zeggen ze. Ik heb... Ja, officieel moet je het verwarmen of niet. Nou ja, meh. Hetzelfde is als de spekjes die je hier hebben, dan kan je het ook van zo weten. Vooral pakken we een mes. Proberen van alle vier de smaak erin uit te halen. Dat is nog een wijnje. Groen, donders, groen, naar staan. Geel. Een heel gooi in het muur. Een grote roze. Oep. Ja, maar daar is er een. Ja, wit zijn dan oranje, rood, groen en de gele. Kijken of we überhaupt een smaak uit kunnen halen die. De link is naar een fruitsoort. Een citrusvrucht. Ook heel lichtjes.
Ik zou denken. Ja. Smerige nasmaak trouwens. Gewoon niet lekker. Ik zou denken Granny Smith appel. Gok ik. Pim je er niet op vast, maar dat is een eerste associatie. Nee. Het is geen vrucht uit herleiden. Is ook gewoon echt niet lekker. Nou, hoe stug dat lekker wordt als het allemaal gesmolten is, maar ik heb hier geen barbecue of open vuur en buiten regent het momenteel. En dan die oranje man. Oh, het is allemaal zo smerig. Nee, daar ben ik geen fan van. Oh, het is zo niet goed voor je lichaam. Oh, donders. Ik moet zeggen, waar sta je op? Nergens op dus. Nou. Twee dingen te gaan. Beef jerky. Zoet en heet. Nou, het zal wel. Het zal wel. Zoet en heet, ja ja. Het zijn vrij kleine stukjes aan een soort van vlees. Een wildhaar. Van het begin proef je. Ja. Het is inderdaad. Dat is goed te doen trouwens. Van het begin komt de zoete smaak een beetje naar voren. En daarna de pittigheid, die neemt het uiteindelijk over. Ja, ik zou zeggen, het is gewoon goed te doen. Excuses. Jammer dat hij fucking vers slaapbaar is. Nou, ik begin nu nog de hik te krijgen ook, joh. Nog de laatste. De zak komt echt zwaar aan. Gewoon moet hij zo zijn, joh. Er ook niet op. Nee, voor een verhouding nog gemaakte echte kaas. Right. Nee. Chips uit. America! Ik ook iets te laat naartoe. Het wordt een hele plastic geur. Het ziet er een beetje apart uit, vind ik zelf. Die wel wat van gemaakt, joh. Nou, vandaar. Het is niet echt de chips. Het is meer van popcorn is van muis is het gemaakt. En je proeft hier meer de cheddar smaak in dan van de andere waar die pretzels van gemaakt waren. Die vreet zo'n hele zak leeg door aan. En dan
even nodig. Dan gaan we maar beginnen met het krassen van Amerika. Ik denk dat het misschien handig is als ik zo ga staan. Voor sommige leden ga ik zo'n Engelse variant proberen op te nemen. Dus ik ga niet heel Amerika uitkrassen, maar een gedeelte. Zodat dat zo meteen ook nog te zien is in de soort van English version. Van Canada of van Alaska natuurlijk zeggen. Oh, ik kan het wel, hebben we nog niet gehad. Hier een beetje. En aan de US of A een beetje. Ik probeer tot aan de U te komen. Lief mijn vader, hè? Hopelijk. Nou, dat is ook weer gedaan. Ik snap wel waarom die mensen dik zijn daar. Goh, wat een bom, hè?